voordat we naar de clinic gaan van Dinja van Lieren en Duvals Caprison, heb ik hier naast mij de winnaar van de vijfjarige. En dat is Theo Hanson. En hij noteerde een score van 83,4% met Tops Edini. En ik ben heel erg benieuwd wat hij van zijn laatste rit van vandaag vond. Hoe vond je het gaan, Theo? Ik heb heel fijn gereden. Ik had een hele fijne proef, had ik vanmiddag eigenlijk al. Eigenlijk wel foutloos. En ik had vandaag dat hij één keer zo'n klein beetje op het hekje keek. Maar ik heb heel fijn gereden, bleef heel mooi aan het trekken. En voor mijn gevoel ook hele goede zelfhouding. En ik denk dat de proeftechnische dingen ook heel goed lukten. En dan was je in de voorronde vandaag was je tweede. Ben je met een ander gevoel deze finale proef ingegaan? De scores in de eerste ronde of van de eerste ronde telden niet meer mee voor deze finale uiteindelijk. Dus alles stond weer op nul. Ja. Ben je met een ander gevoel deze proef ingegaan? Dat je alles op alles misschien wilde zetten om toch een keer de overwinning binnen te halen? Ja, ik bedoel, als er dan al niks meer telt, of ja, niks meetelt. En dan denk ik, ja, gewoon hup, gas erop en dan maar gewoon gaan. En we proberen het gewoon en uiteindelijk niks te verliezen. En ik weet wat ik aan hem heb. Hij is altijd heel constant in de proeven en hij maakt nooit fouten. Dus ik dacht, als ik nou gewoon een klein beetje, ja, nog ietsje meer op scherp zet. En dan hoop ik dat ik een keer win. Ik ben eigenlijk heel vaak tweede geworden met hem achter Dominique in de Sublie Cup. Dus ja, ik ben heel trots op hem dat hij nou een keer gewonnen heeft, ja. En kan je iets meer over hem vertellen? Wat is voor jou zijn grote kwaliteit? Nou, vooral zijn instelling. Hij heeft een supergoede instelling. Hij doet altijd zijn best. En het is een heel sympathiek paard. En hij in de ring maakt hij nooit fout. Hij is heel constant. Alle Sublie-proeven heeft hij goede proeven gelopen. Ook alle WK-selecties nooit fouten gemaakt. En dat is denk ik echt zijn kracht. Daarbij heeft hij gewoon heel veel aanleg en heeft hij heel veel beentechniek. Ik rijd zijn moeder ook. Dat is ook wel heel leuk. Ze lijken heel erg veel op elkaar. Hij heeft heel veel van zijn moeder weg. En ja, hij heeft gewoon heel veel talent voor het hogere werk, denk ik, voor later. En wat is nu de planning met hem? Nou, ik krijg voorlopig even vakantie. Even vakantie en dan, dan hebben we straks natuurlijk weer de WK-selecties die eraan komen. En we moeten gewoon even kijken hoe dat volgend jaar gaat. Maar zo januari, februari, maart zijn er wat weinig wedstrijden voor dat soort paarden. Mag hij even lekker buiten spelen, even lekker paard zijn. En hij is 5 en hij doet eigenlijk al heel veel voor zijn leeftijd. We hebben hem nooit echt heel hard gewerkt, maar hij pakt alles heel snel op. Dus zo'n paard moet je ook een beetje in bescherming tegen zichzelf nemen en even lekker vakantie geven. En dan heb je net ook bij de 4-jarige gereden. Je ontbrak in de prijsuitreiking omdat je al met je volgende paard bezig was. Maar je werd derde met Valentijn, goedgekeurd bij het AES ook. Ja. Wat vond je van hem vandaag? Ja, had ik een beetje mijn handjes aan vol. Hij was heel veel hengst en ik vind het een fantastisch paard. Alleen hij weet nog niet zo heel goed wat hij met zijn energie moet. Zoals het halt houden, dat hij gewoon echt het geduld vandaag niet voor. Ik heb 2 keer geprobeerd, maar het lukte echt niet. Maar ja, daarentegen als ik dan weer wegdraaf, dan denk ik, kijk mij draven. En dan gaat dat voorbeen voor je uit. En ja, dat is gewoon een fantastisch paard. En ik denk dat nu zijn instelling, met dat hij echt zoveel go heeft, misschien nog iets te veel voor dit soort proeven, dat later alleen maar een voordeel voor hem is en dat het echt een heel goed paard gaat worden. En ik ben heel erg blij met dat paard en dat hij derde is geworden, had ik van tevoren voor getekend. En nu ben ik daar super blij mee natuurlijk. Alleen voor de prijsuitreiking was gewoon net even te kort. Had ik dan een losrijden met Eddie, ja, dan vind ik die proef met Eddie belangrijker dan de prijsuitreiking met Valentijn. En die is toch al druk zat in de ring, die hoeft niet nog drukker te worden. Nou, al met al een hele succesvolle dag voor jou met jouw beide vossen. Oké, hartelijk bedankt voor je tijd en met allebei de paarden nog heel veel succes dan de komende tijd. En eerst even lekker genieten van hun vakantie. Ja. Dan gaan wij straks verder kijken naar de clinic van Dinja van Lieren en Duvals Caprison.